Hallo kikkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Remes. Ik ben momenteel ook bezig met de busuren aan het opzoeken. Dus jawel, we gaan zelfs weer met de bus weg. Jee. Ondertussen tijd heb ik ook ben ik bezig met mijn boodschappen. Ik ga nu niet zeggen waar. Even proberen in te loggen. Mijn e-mailadres. Ja. Mijn wachtwoord. Wil jullie die eens horen? Wil jullie die eens echt eens horen, mensen? De wachtwoord? Ja of nee? Oh, dan zal ik het nu zeggen. Piep, 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 piep. Voilà. Ik heb het gezegd. Oh nee, ik heb de pieptoon gebruikt. Fuck. Doe het alsjeblieft niet, hè mensen. Doe het alsjeblieft niet. Om... Zeg het. Om... Ik heb dus een boodschappen dingen gedaan en ja, oké, dat is goed. Lijstje maken en afvinken verder. Jee, joepie. Ah, nu staan ze hierop, ziet. Kijk eens mensen, jawel, dus ik ga het dus kopen. Melita, Melita. Origineel koffiefilters, €2,39. Meester en ZN handblokjes, €2,29. B-Self Lees en Jus bakboter, €2,59. Vens hagelslag puur, €3,29. Siroop, €2,39. Nutella hazelnootpasta, €4,08 voor 825 gram. Treft afwasmiddel, €2,49. Nestlé Nesquik, €2,49. Douwe Egbert, €13,49. En HA suikerklontjes, dus van Albert Heijn suikerklontjes, €0,99. Sowieso de melk en de cola, die ga ik dan ook nog eens kopen hier bij de oké. Daar ga ik sowieso behouden. Maar voor de rest ga ik nu winkelen in de Albert Heijn. Waarom? Kitten zal eens gaan uitzoeken welke dat het goedkoopste winkel is. En dat... Je gaat u verschieten wat ik nu ga zeggen. Albert Heijn, voilà. Albert Heijn is het goedkoopste. Oh man, wat een weer vandaag. Kijk dat eens aan, mensen. Wat een weer. Dus morgen, wat staat er dan op programma? Boodschappen, boodschappen, boodschappen. Oh, ik ben nog iets vergeten bij mijn boodschappenlijst. Ik ben nog iets vergeten. Wat heb je vergeten? Bloem. Ja, bloem. Wanneer wou je bloemkoolsoep maken voor ons? Dat zal ik dan de week er eens opmaken. Maar nu de gewone bloempasteriebloem, dat moeten we niet hebben. Rijstbloem moeten we ook niet hebben. Tauwebloem moeten we ook niet hebben. En wat is dit voor bloem? Gebruik voor zoete en hartige bakjes. Nee. Die hebben dat dus niet, hè? Voor bijvoorbeeld bechamel saus te maken. Jawel, dat is zelfrijzende bloem. Is dat dan deze touwbloem? Daar kun je daar ook voor gebruiken, dacht ik. Of zelfrijzende volkorenen.
bloemsuiker. Wacht, ik ga dat zo eens opzoeken. Bloemsuiker. Poedersuiker. Nee, dat hebben we ook niet nodig. Allee mannetjes. Ja, dan moet ik dat ook wel ergens anders gaan kopen. Hè. Bloem. Maar dan heb ik toch ook normaal gezien bloemkool. En die staat er ook niet tussen. Vind ik raar. Wacht, hè. Bloemkool. Eens even kijken als ik dat meer vind. Ja, natuurlijk. Bloemkool. Recepten, folder, bonusproducten. We zullen het zo eens proberen dus op te zoeken. Groenten en fruit, salades en pizza's, maaltijden, vlees, vis, vegetarisch, vegan en plantaardig, zuivel, eieren, boter, bakkerij, ontbijtgranen, chips, noten, touw, snoep, chocolade, tussendoortjes, koffie, thee, frisdrank, nee. Pasta, rijst en een wereldkeuken. Nee, soepen, saus en kruiden, diefries. Nee, is dat lekker. Waar kan dat ondervallen? Bij bakkerij? Even kijken bij bakkerij. Ben ik nu aan het kijken? Tarwebloem. Huh? 538 producten, hè mensen? 538 producten. Daar ben ik nu tussenuit aan het zoeken, hè? Oh my god. Ja, dan moet ik dan daar kinder gaan kopen, hè? Dus ik denk dat ik rond 50 euro ga zetten voor te shoppen volgende week. Deze ga ik er ook nog op gooien. Gewoon een prank uithalen bij de crew area. Waarin ik op de chat kun je geschreven: beste admins, ben zwaar aan het twijfelen om te stoppen met Psycho TV. Hulp mijn eigen woorden en rust zoeken. Wat moet ik doen met Psycho TV dan? Te koop zetten dan? En dan zei BRNT, waarom? Toen had ik gewoon geschreven, wilde er gewoon een prank uithalen en dat is wat mislukt. En ik vind mijn bloem niet. Dan zal ik het daar maar kinder gaan zoeken. Mijn bloem. Dan kan ik nog eens een keer macaroni met kaas en hes maken. Bloemkoolsoep staat ook op programma dat ik ook nog eens ga maken. En dan die ene platij of zoiets. Dat ga ik ook nog maken, dat staat ook nog op programma. Dat zit hier allemaal hier in mijn kopie. Voilà. Ik ga jullie nu laten, ik zie jullie allemaal. Ik zie jullie allemaal straks terug. En ja, BRNT heeft al eigenlijk gelijk. Psycho TV is eigenlijk mijn levenswerk. Hoe lang ben ik al eigenlijk al met Psycho TV mee bezig? Schat, hoe lang ben ik al met Psycho TV bezig? En dan krijg ik geen reactie. Ik krijg geen reactie. Dat is erg. En ondertussen ben ik nog gewoon zo nog verder aan het scrollen. Hè, voor te kijken waar ik die bloem ga zoeken. Hè. Bloem. Hoeveel zal bloem kosten bij Albert Heijn? Kan als iemand dat eens weten vinden, dan ben ik heel blij. Want ik vind het echt niet.
En ik vind mijn andere bloemen zelfs niet meer. Ah. En ze hebben zoveel producten. Hè. Ik zit al aan. Hoeveel? Ik kom drie juist binnen zien. Oh, ik zat er dichtbij. Ah, nee, ik zit al aan het einde. En er is geen bloem tegengekomen wat ik nodig heb. Ach ja, dan zoek ik mijn kinder in de winkel zelf. Toppie. En nu moet ik niezen. En ik kan niet niezen, hè. Dat is juist het probleem. Ah, ken je dat gevoel? Je wilt niezen, maar je kunt niet niezen. Ah ja, en ik ga jullie ook nog één ding iets zeggen. Dus met de donaties wil ik een nieuwe game gaan kopen. Een nieuwe game. Ja, nieuwe games zal ik zeggen. Dat ik ook meer entertainment ook met jullie kan doen. Dus gelijk Escape Rooms bijvoorbeeld wil ik gaan downloaden. En dan samen met jullie dan als kijkers ook gaan oplossen. Zo gelijk, ik heb nu zo op het oog de 100 Worlds Escape Room Game. En de 100 Doors Escape from Work. 100 Doors Escape from Position. En 100 Open the Door uitdaging. Dus... Escape Games. Dus even kijken als er leuke Escape Games zijn. Even kijken. Ik heb het gehoord. Escape Games. Eens even kijken wat voor games we dan hier hebben. Dus wil ik de Escape 50 Rooms. Eens even kijken wat voor games dat ik ook nog kan vastkrijgen dan op Steam uitlichten. Ik wil echt Escape Rooms gaan spelen met jullie, hè? Verwijderen. Virtual Rides 3. Oh nee, is dat met een VR-bril zeker? Nee, dat schiet niet met een VR-bril. Holy shit. Virtual Rides, die wil ik ook wel eigenlijk gaan downloaden. En dan kunnen jullie ook jullie eigen achtbaantje of zo bouwen. Of een eigen attractie bouwen van op de kermis. En wauw, oké. Ja, ik was naar Escape Games aan het kijken. Escape. Even kijken, ik ga gewoon Escape ingeven. Oh ja, we hebben hier toch wel gratis games. Escape. Nee, dat is geen goeie. Nee, dat is ook geen goeie. Ik ga gewoon Escape Rooms nemen. Escape Rooms. En dan. Revalidatie, prijs laagste naar hoogste. Dus even kijken. Oh ja, we hebben hier wat bepaalde games dat we dan kunnen downloaden ook nog. En dan nog eens met jullie samen kunnen gaan spelen. Dat gaat heel leuk zijn. Oh yeah. Oh, daar bestaat ook zelfs een Escape Simulator Portal. Oh my god. Nee. Ja, dan moet je zo van die dingen gaan oplossen. Cool. Welke moet je dan hebben juist? Om dit te kunnen spelen moet je de originele Escape Simulator hebben. En Escape Simulator, dat kost zeker geld. Dit spel werkt zowel in standaard als VR modus. Zie, de systemen is... Ja, oké. Okay. Dus je kunt het ook met een VR spelen. ONG. En die spelletje kost in totaal, dus ook met alle DLC's erbij gerekend, €31,53. En dat heb ik niet. Dat heb ik niet, jammer genoeg. Dus ik ben weer al even
geneigd om te zeggen van doneer. Maar, mensen, luistert goed. Ik mag daar niet achter roepen. Jullie moeten dat vrijwillig doen. Ik mag er eigenlijk niet achter roepen over de doneren. Voor bijvoorbeeld dat ik dan ook weer op verder kan met Psycho TV. Voor ook wat leuke games en al neer te plannen, ook in de livestreams. Mijn advoer noemen. Dus, er staat nog een en ander nog op het programma om leuke dingen te doen. Om samen dingen te doen. En ja, misschien wel. Dus bijvoorbeeld, als jullie zeggen van, kijk, die game is goed voor, dan kun je samen spelen met de kijkers. Die kunnen helpen mee dat ook oplossen, de puzzels. Laat het alsjeblieft hieronder in de reacties weten. Want ik vind het niet zo gemakkelijk zo van die games. Dus daarmee heb ik jullie als kijker echt de hulp voor nodig. En dan ben ik ook mijn gaminglijsten ben ik ook aan het updaten op mijn website. Dus je gaat naar www.psychotv. Dus psychotv.be. En dan heb je van boven mijn navigatiebalk, waar staat Home, Information, Webshop. Die webshop mag eigenlijk offline, blijft ook online. Afspeellijsten, foto's, downloads, reacties en privé. Dus klik je, gaat je naar informatie toe. Dus ga je met je muisje naar de informatie toe. En dan zie je daar Psycho staan, of LAN Parties Europa. Dan ga je op Psycho, daar staat dan zo weer zo'n belkje. Dan krijg je weer een nieuw menuke. Ofwel de dashcam, donatieinfo en gaminglijst. Dus als er iemand doneert, probeer dat ook bij die donatieinfo up-to-date te houden. Dashcams, dan moet ik ook even kijken, dan kun je je eigen dashcams in toevoegen. En gaminglijst, dus ik ben er volop ook mee aan het updaten. Jullie zien daar ook 26-10-2024, 27-10-2024, 27-10-24. Wat ik alleen nog moet doen is Ubisoft Connect en EA Games. Moet ik ook nog de lijst nog verder gaan updaten. Maar ik zeg het u, de grootste lijst wat je kunt raadplegen is mijn Steam game lijst. Dus ik zeg, ik heb daar om de beide 651 spelletjes. Zonder de DLC's bijgerekend. Hè? Zonder de DLC's erbij gerekend. Dus dan weten jullie dat. Zo gelijk ook bij Eurotrack Simulator. Daar krijg je ook de DLC's. Dus zo gelijk, ik heb daar de DLC's. Kunnen jullie het even gauw zeggen? Mijn DLC's beheren. Zo gelijk, ik heb dan Eurotrack Simulator 2, Beyond the Baltic Sea, Iberia, Italië, Road to the Black Sea, Scandinavia, Viva la France, West Balkans, Ukrainian Paint Job Pack, Candian Paint Job Pack, Fantasy Paint Jobs Pack, Metal Leg Paint Job Pack, Polish Paint Jobs Pack, USA Paint Jobs Pack, Brazilians Paint Jobs Pack, DAF XG/XG+, Flip Paint Designs, Force of Nature's Paint Jobs Pack, Going East Halloween Paint Jobs Pack, Ice Gold Paint Jobs Pack, Iris Paint Jobs Pack, Mon TGX, Renault Trucks E-Tech T, Rocket League Promo, Scania SBEV, Scottish Paint Jobs Pack, UK Paint Jobs Pack. Dus dan weten jullie dat. Oei, het is pink oktober geweest. Zag ik. Oei. Oh, die wil ik. Ah, die moet je juist dus downloaden. Oh, ik haat dat, hè. Oh, dat betalend is. Oh. Ja, en zo gelijk ook. Wat ik ook dus dan ook regelmatig ook nog speel. Dat is zo gelijk ook die Planet Coaster. Ja, die Planet Coaster, ja, daar bestaan ook weer al de DLC's van. En zo gelijk heb ik daar de DLC's van. Adventure Pack, Back to the Future, Time Machines Construction Kit, Classics Rides Collections,
Knight Rides K.I.T.T. Constructions Kit, Magnificat Rides Collections, Spooky Pack, Studios Pack, The Monsters Munchers Constructions Kit, Vintage Pack, World Fair Pack, Ghostbusters en Quick Draw Interactive Shootings Ride. Zijn er eigenlijk dan nog DLC's in de winkel van Planet Coaster? Ik weet het dus niet. In de bibliotheek, in de bibliotheek, in de bibliotheek, in de bibliotheek, in de bibliotheek. Heb ik eentje gemist? Nee, ik heb geen gemist van de DLC's van Planet Coaster. Yay! Wel van Euro Truck Simulator hoor. Die ga ik wel niet allemaal kopen, want dat is kassa, hè? Voor hun. En bijvoorbeeld, je kunt ook zeggen van, oh, als jullie eigen pretparken ook hebben, bijvoorbeeld bij Planet Coaster, stuur die dan gewoon rustig op naar info@psychotv.be, waar ik ze allemaal kan vinden. Staat het ook op, bijvoorbeeld op de workshop van Steam. En we hadden dan zeggen van, ga naar de workshop van Steam en ga naar die pagina toe, bijvoorbeeld van Planet Coaster, en dan ga je daar ook naartoe. Zo kun je dat ook doen voor, even kijken, nog heel snel. Voor Rollercoaster Tycoon World. Ja, voor Rollercoaster Tycoon World zie ik alleen maar. En bijvoorbeeld als jullie ook eigen tracks hebben, bijvoorbeeld bij Trackmania, dan wil ik die ook al te gerust testen. Bijvoorbeeld Trackmania United Forever. Of Trackmania 2 Stadium. Of Trackmania 2 Valley. Dus ja, ik wil dus meer en 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 meer doen. Oh, jullie hebben ook een workshop voor Rocket League. En wel, daar kan ik jullie autokus dan daar ook mee promoten bij Rocket League bijvoorbeeld. Ik heb geen nog zin in die laatste koffie, of mag ik die? Geen mocht die nemen. Dank u wel, schat. Graag gedaan, schatie. Dus zo, bijvoorbeeld, je hebt dan ook bij Warhammer. Oh, ik kan die dus niet die titel lezen. Dus gewoon Warhammer. Vermintede 2. Daar heb je dus blijkbaar ook een workshop bij. Dus daar kan ik jullie ook bijvoorbeeld dingen promoten. Of bijvoorbeeld Warframe. Wil ik ook bijvoorbeeld dingen promoten, wat kan ik dan nog zien waar in een workshop aangekoppeld is. Ja, hoe kan ik het beter zien? Workshops. Dus ik kan bijvoorbeeld jullie helpen bijvoorbeeld bij Team Fortress 2, Left 4 Dead 2, Dota 2, Portal 2, Counter-Strike 2, Killing Floor, Flatout 2, Carries Mods. Flatout. Oh, en dan Sid Meier's Civilization of zoiets. Er is iemand blij. Dan heb ik nog Flatout Ultimate Carnage, Synergy Train Simulator, Shogun 2. Stronghold 2. Dan heb je nog Stronghold Legends Steam Editions, Mount and Blade Warband, Majesty, America's Army Proving Grounds. Boving Crowns heb ik dan ook nog gedaan, Crusader Kings 2, Blacklight, Age of the Empires 2 HD Edition, No More Room, Hell, Euro Truck Simulator 2, Warframe, Rocket League, World Guns, Fistful Frex, Trackmania 2 Stadium, Audio Surf, to Valley, Create Verse, Creative
Fancy, of zoiets. Quake Life, Rollercoaster Tycoon World, Legends. Nee, oh fuck. Endless Legends. Endless Legends. Oh my god, ik kan dat bijna niet voorlezen. Truth. Truth. Gewoon Truth. Oké, gewoon Truth. Oh, welke pagina zat ik niet? Truth. Truth. Pagina 5 aan. Internet. Penzerbal. Everlasting Summer. Boring Bomber. Nee, Bomberman. Boring Man Online Tactics is Kickman Combat. Codename Cure. Relic Hunters Business Tour. En daar staat geen naam bij. Sim U Trends. Okay. Warhammer 40,000 Gladius Relics of War, Planet Coaster, Warhammer, Aim Labs, Quiver en noem maar op. Ik ga niet verder blijven voorlezen, want iedereen, nu gaan jullie al zeggen van je bent weer al die ganse lijst weer aan het voorlezen. En dat boeit niemand, 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 niemand. Dus als je bijvoorbeeld leuke skins hebt, maps hebben, noem maar op, rollercoasters, noem maar op, waar jullie ook zeggen van, oh, doe dat eens op een livestream, of oh, zet dat eens in een gameplay, dan doe ik dat ook. En voilà. Bij deze ga ik jullie nu even laten, want ik zit al nu al voor één fragment al 27 minuten te filmen. Tot later allemaal. Yo yo yo. Tot later allemaal. Yo yo yo. Ja mensen, ik ga redelijk lang weer op de bus zitten. Dus wil ik vertrek hier bij mijn thuis. Is het om 13:58 en ik ben pas terug thuis om 17:15. Dus pak dat 2 uur is. 2 uur. 3 uur, 4 uur, 5 uur. Ik ben 3 uren ben ik onderweg nu subiet op de baan. Oh yeah. Dus ik moet sowieso 1 bus nemen. 2 bussen nemen. 3 bussen nemen. 3. 3 keren. Ah ja. Dus van hier naar haar thuis toe. Dan van haar naar haar mama toe. En dan van haar mama ga ik dan weer rechts door naar hier, naar mijn thuis toe. Dat zijn dus 3 bussen. Voilà. Niet gelogen. Niet gelogen. Wel 1 busnummer. Voilà. Ondertussen tijd is mijn computerkind ook rustig bezig. Met, eens even kijken, heel snel. Met. Dus ja, ik wil sowieso, dus de spelletjes wat ik nu binnen aan het halen ben, wil ik sowieso eens gaan. Ga ik eens even voorstellen. Dat is, eens kijken. Welke dat ik nu allemaal al heb. Dat is, oh, mijn schoen zit niet goed. Ja, 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 de vlog gaat redelijk lang zijn hoor vandaag. Common, Carmageddon, Max Damage, Carmageddon, Recrenations, Command and Conquer 3, Gains, Frat, of zoiets. Command and Conquer 3, Tiberian Wars, Command and Conquer 4, Tiberian Twilight, Command and Conquer Red Alert 3, Command and Conquer Red Alert 3, Oprissing, Command and Conquer Remastered Collections, Counter-Strike, 2. Day of Defeat Source. Dot to dot puzzles. Eurotrick Simulator 2. Flatout. Flatout 2. Flatout 3. Flatout Ultimate Carnage Collections Editions. Grand Theft Auto 5. Half-Life 2. Half-Life 2. Deathmatch Half-Life 2.
Downfall, Half-Life 2, Episode 1, Half-Life 2, Episode 2, Half-Life 2, Lost Cast, Half-Life 2, Update, Half-Life 2, Jaarlang Alarm, Half-Life Absolute Zero, Marvelous on Steam, Monopoly, Monopoly Plus, Monopoly Poker, Pickle Deluxe, Pickle Extremes, Pickle Knight, Planet Coaster, Portal, Portal 2, Portal 2, Sensing's Perceptual Pack, Portal Reloaded, Portal Revolution, Rollercoaster Tycoon Deluxe, Rollercoaster Tycoon 2, Triple Thrill Pack, Rollercoaster Tycoon 3, Complete Edition, Rollercoaster Tycoon 3, Platinum, Rollercoaster Tycoon Collections, Rollercoaster Tycoon World, Sega Mega Drive en Genius Collections. Met onder andere Dr. Robotnik's Mean Beans Machines, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog. Dan Stumble Guys, Supermarket Simulator, Team Fortress 2, Trackmania, Trackmania United Forever, Trackmania 2 Stadium, Trackmania 2 Valley, Uno, Worms.es The Game, Race Room Racing's Experience, America's Army Proving Grounds, Apex Legends, Apocalypse 2.0 Editions, RGH, Bioshock Remastered, Bioshock 2 Remastered, Black Desert, Borderlines, GOTY, en Chanzet of zoiets, Caliber, Call of Duty, The Cycler Frontier, DCS World Steam Editions, Tivance, Destiny 2, Digimon Master Online, Disney Speedstorm, Dota 2, eFootball, Evolve Stage 2, The Finals, Firefall, The First Descendant, Game Migrated to Another Steam Page, Grand Theft Auto 5, The Completed Edition, Guild Wars 2, Halo Infinity, Kart Rider Drift, The Lord of the Rings Online, Lost Light, Mafia 2 Definitive Editions, Marvel Heroes Omega, Match Warrior Online, On Human, Overwatch 2, Paladins, Paladins Public Test, Path of Exile, Pinball Arcade, Pinball FX, Planet Side 2, PUBG Battlegrounds, PUBG Test Server, Quake Champions, Race Day Rampage, Streamer Editions, Race Room Racing Experience, Rise of Icarus, Rift, Ring of Elysium, Rocket League, Russian Fishing 4, The Sims 4, Smite, Smite Public Test, Star Wars The Old Republic, Super People 2, Servarium, Total War Socon 2, Tree of Xavier, Vampire The Masquerade, Blood Hunt, War Thunder, Warframe, Warhammer, World of Tanks, World of Warplanes en World of Warships. Voilà, die zijn nu momenteel allemaal binnen aan het komen. Ja, 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 ja. Top, hè. Ik heb nu nog eens weer alles, heel mijn lijst nog eens weer alles afgepleuterd. En nu is het begin het stilgezamen tijd om toe te gaan richting de lijn. Tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Voor toch te bewijzen dat we toch met de lijnbus gaan. Ziet, verder op de openbare weg. En ook al niet meer thuis. En ginder, waar ik ook in een dame zie staan, daar, daar komt de bus. De 4. Dus daar moeten we ook zijn. En dan gaan we hier oversteken. Want, ik kan ook eens even zeggen tegen de gemeente. Hier heb je de Aardbruggense straat. En hier heb je gewoon een ding. Een gewone straat, stationstraat. En hier is nergens niet een zebrapad. Nergens niet. Wij moeten, dus als wij van de Aardbruggense straat
moeten we al helemaal naar het centrum, man. Naar de rode lichten. Daar kunnen we pas oversteken voor aan deze kant hier te geraken. Of, je zit daar op het middelpunt. Je kunt al helemaal naar het station al wandelen. Om daar te kunnen over te steken voor aan deze kant te geraken. Gemeente Alken doet er iets aan. Wauw. Kijk eens wat ik hier ook nog spot. Oeh, ah, een lekkere spinneke. Een lekkere spinneke. Oeh, yeah. Spider-Man. Spider-Man. Ik hoorde niet dat jullie angsten hebben uitgestaan. Hè? Maar ja, het is Halloween, hè, dus dan mag dat wel. Allee, tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Dames en heren, kijk eens. Ik ben ook nog altijd Pokémons aan het vangen. Ga ik hem pakken of niet? Ga ik hem kunnen pakken? En wat staat daar? Kutja! Ik heb hem. Ik heb er juist ook een 3-sterren gym kunnen afrekenen. Dat is voor mij de eerste keer geweest. Maar ik ben brugkaart zelfs. Ja. Voilà, we gaan nu de volgende Pokémon eens proberen te vangen. Nee, die wil er dus niet in blijven. Oei, die loopt weg. Dit is momenteel mijn level, level 39. Ik heb nu momenteel 1.372.452 XP-punten. Maar in totaal heb ik al 16.372.452 XP-punten. Ik ben begonnen op 14.07.2016. Ik heb met deze Pokémon account al meer dan 5000 kilometer gewandeld. 5377 kilometer. Ik heb al 11.369 Pokémons gevangen. Ik heb al 8905 Pokéstops bezocht. Dus dat gaat al heel goed. En ik heb al 9,9 kilometer gewandeld al deze week. Top. Nu ga ik zebiet deze gele gym nog afbreken, terwijl ik dus op de bus zit te wachten. En dan is het hier al even gedaan. Voilà, hier ben ik. Hoi hoi hoi. Ik zit hier zo wat tussen de bomen te wandelen. Ziet je? Oh, zalig. Allee mensen. Ik heb nog maar 100 pokeballs. Ai ai ai. Dus ik moet dus dringend nog eens pokestops gaan opzoeken voor nieuwe pokeballs vast te krijgen. Dat ik, altijd, ik probeer altijd gemiddeld 300 pokeballs te behouden. En als ik daaronder ga, ja dan probeer ik naar een regio te gaan waar heel veel pokestops zijn, waar ik heel veel kan spinnen. En dan heb ik terug genoeg pokeballs, want ik koop het niet. Ik heb er nog geen euro erin gestoken in Pokémon. Pokémon Go. Allee, dat straks allemaal. Yo, yo, yo. Ja mensen, kijk eens. Ik sta weer al aan de bushalte. Jee, jee, jee. En ik zie hier nu, juist op mijn app. Normaal gezien moest de bus nu al hier zijn. Die is nu momenteel nog maar in de IKEA. Heeft in totaal 6 minuten vertraging. Bus. Oh, ik heb zo'n korte tijd allemaal gedaan. Dat je zo'n grote vertraging hebt. Want Alken tot hier, dat is fucking niet zo ver, man. Nou moet er wel echt iets serieus zijn gebeurd. Ja. Ik denk dat er iets serieus zal gebeurd zijn, want dat kan niet anders, hè. Amai, en nu is Nineke terug 5 minuten, dat klopt. Dus ik denk dat die wel vaart nu aan het maken is. En ik zeg het, die bus is... Er staan 2 mannetjes op. Wat houdt dat dan in? Vrij druk. Ik weet niet. Denk ik dat dat betekent. Ik weet niet wat dat betekent. Oké, dus die moet nu nog 2 haltes doen. Die zit nu in Rungst Grote Lindelaan en dan Rungst Huide Vetterslaan en dan nog Rungst Heilige Kruis. Daar stoppen wij dan op. En dan is het Rungst Kerk of Rungst Paters Adonstraat, Rungst Vooruitzichtlaan, Hasselt Leopoldplein, Hasselt Diesterpoort, Hasselt Station Perron 3, Hasselt Leopoldplein, Hasselt Kunstlaan,
Hasselt Duzerplein, Hasselt Zwembad Perron 1, Hasselt Handelsschool, Hasseltweg naar Genk, Hasselt Banneusstraat. En daar moeten we terug uitstappen. Dus om 15:49 kom ik aan. En nu heeft hij in één keer nog maar 2 minuten vertraging. Ah nee, nog altijd 5 minuten vertraging. Ja, oh ja, dat hij nog moet vertrekken. Ook nog een station Hasselt. Daar krijgt hij nu iets extra's tijd om te kunnen vertrekken. En nu springt hem terug al op 6 minuten. Wauw. In Heikerk. In de kerk, zie je dominee. In de kerk, zie je de dominee. Allee, tot straks allemaal. Busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo. Nog eventjes geduld hebben, de busje komt zo. Jawel, ik stap nu op de lijnbus. Allee. Zie jullie allemaal straks terug. Yo, yo, yo. Wat was dat? Ik ging gewoon met de bus door de kleine ring van Hasselt. Ik had nog maar 98 pokeballs. 98. Voordat ik in Hasselt aankwam. Ik ga terug uit Hasselt. 208. Wow. Even meer dan 100 pokeballs kunnen spinnen. En mijn schatje is nu bij haar mama. En nu moet ik weer al een hele tijd in de bus zitten. Jee. Zo, dan hebben jullie toch wel iets meer zicht ook rondom mij. Ik heb mijn selfie stick ook meegenomen. Dus dan zien we ook eens wat rondom ook mij gebeurt. Ik sta hier nu dus voor de rode lichten te wachten. Dat ik over mag. Oei, hier stopt alleen. Maar het is er altijd groen, oranje. Ene door oranje licht. En het is hier al aan deze kant rood. Dan mag hoogstwaarschijnlijk die er nooit ook nog s'avonds nog inrijden. Kijken jullie een klein beetje toch wat? Ja. Het duurt toch wel altijd zo wel even hoor, zo aan een kruispunt staan. Oh. Kan dicht doen. Ah, het is toch groen. Dus ik krijg nog eerder groen dan die auto. Dankjewel. Da-di-da-di-da-di-da. Ik moet toch gewoon aan deze kant blijven. Voilà, ça. Hell yeah. Hier kun je ook blijkbaar je auto laten wassen. Geweldig. Dus daar doen ze het nog wel met de hand. Daar doen ze het nog met de hand. En is het ook eens leuker dat jullie eens meer omgevingsbeeldheid hebben? Of niet, laat het even in de comments weten. Dan ga ik binnenkort misschien wel meer terug beginnen te filmen met mijn selfie stick. Nu ben ik onderweg terug naar de bushalte toe. Daar moet ik eens even kijken. Oh, ik heb mijn gsm al terug weggestoken. Ik heb die zelfs ook nog nodig. Eens even kijken. Mijn schatje kan mij niet missen, hè? Mijn schatje kan mij niet missen. Ik mis je ook nu al. En ik ben aangekomen aan de juiste bushalte. En de bus gaat hier vertrekken om 16:24. Dus dat betekent dat ik hier nog 20 minuutjes moet wachten. Lalilalila. Tot morgen. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. En ik zie u dood, maar ook dood graag. En voor deze avond een lekkere slaapzacht. Laat maar ook maar iets weten. Ook als je terug bij je eigen thuisje aan bent gekomen. Yo, 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 yo. I love you. Voilà, nu hebben jullie dat ook weer meegekregen. Dus hier, dat is dus mijn bushalte. Banneusstraat. Voilà. En hoe laat komt hij hier aan? Dus ik ga dus nu, ik ga even de lijn app erbij halen. Even de lijn app erbij halen. Zoek plannen.
huidige locatie naar bestemming Begoniëlaan. Dat meent je niet. Het heeft al 3 minuten vertraging. 3 minuten vertraging. Geweldig. Je kunt hier echt niet zien hè, van waar dat die bus komt en dan zou je zeggen van ja, ik ga dan nog wat te voet. Ik kan misschien wel die bus. Nemen. Even kijken. Omdat had ik gezegd. €16.24. Oké. Even kijken. We staan hier. We gaan nog wat te voet wat verder wandelen. We gaan gewoon naar de andere bushaltes wandelen. Ondertussen tijd terwijl de bus wel onderweg is. Dat gaat ook, hè. Dat is het geweldigste aan die applicatie van de lijn. Dat je ook perfect kunt volgen van ah, dat zijn de bushaltes waar de lijn komen. Ik ga eens proberen toch nog tot aan de kruispunten te wandelen. Maar ik ga ervoor vrezen dat dat gaat lukken. Dus ja, nu neem ik ook risico's. Risico's dat ik de bus kan missen. Dus dat hier in één keer joink voorbij rijdt, dan zeg ik, Katie, nee, moet ik weer al dan een half uur tot een uur wachten voor de volgende bus. Maar dan ga ik helemaal naar de Kiwi Domein. Dan wandel ik helemaal door tot Kiwi Domein. Mannekes, het is hier wel rustig tegenover die bus, altijd er juist. Daar zit je ook wel tegen een drukke baan aan. En ja, dan is er ook heel veel lawaai. Hè. U rijdt niks. Kom aan, rijd eens hier eens een auto door. Dan kan ik nog zeggen tegen hoe je dat hier per uur rijdt. Ik ga er een auto aan de andere kant aan. Ik zie de volgende bushalte al. Dat is al goed. Hij is nog altijd niet vertrokken. Allee, op naar de volgende bushalte. Dat is iets voorbij de rotonde. Oké. Okay. Eens kijken als ik die ook haal. Mannekes, ik ben hier heel lang aan het vloggen nu. Ik ga jullie dat zelfs wel laten weten als het mij allemaal gelukt is. André Dumontstraat. Daar zit ik nu. Allee mensen, ik zie jullie allemaal straks terug. Oké, zat hij daar ook te filmen of zo? Ik weet niet in de auto, want die zat zo in de auto. De passagier, hè? Niet de bestuurder. Allee mensen, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, yo, yo. Ik ga ook eerst mijn gsm wegsteken, voor alleen dat ik die op de grond laat vallen. Dat is ook niet de bedoeling. Tot straks. Yo, yo, yo. Zo, ik heb net de 5e bushalte doorgewandeld. Ik ben nu, want de bus is vertrokken. Want die is bij de sporthal Kiwiet binnen 1 minuut. En bij mij binnen 6 minuten. Dus nu even doorwandelen. Dat ik zeker aan een bushalte ben. Want hier zijn precies wel een paar bochtjes. En dan één keer doodlopen de straat zie ik, dat klopt. En dan gaan we daar wachten. Wachten, wachten, wachten. Dan moet ik misschien nog maar 5 minuutjes wachten. Tegenover een half uur. Nu heb je toch een wat wandeling achter de rug. Daar ben ik ook blij om. Ik ga dat even uitzetten. En dan jullie, want ik voel dat het zo wat... Ja, nu staan jullie goed vast. Dat jullie zo wat warrelden. Nu nog
subiet. 1, bochtje. Kan ik zelfs nog even uitrusten in de bus. En dan, hoe moet ik het zeggen? Zit ik een hele tijd op de lijn. Denk iets van een half uur of zo. En dan heb je toch wel even een rustmoment. Dan kan ik ook rustig op mijn gemak ook doorwandelen naar mijn thuis toe. Je moet nog eens wel eens kijken, want ik zie hier bij die bord was eigenlijk de bushalte. Maar ik zie hier geen bushalte. What the fuck? Zelfs kan ik nog terug gaan wandelen, hè. Die moet ergens ginder staan. Yes! Die staat er ook ginder. Ho! Hola pola. Heb ik echt goed gewandeld. En ik weet nu niet waar die dingen is. Die zit nu in het stadsheid. En heeft 1 minuut vertraging. Dat is al heel goed voor mij. Heel goed. Zelfs ben ik nog bij mijn moeken, hè. Want ik ben nu gewoon richting mijn moeken ook aan het wandelen, mensen. Ja, 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 ja. Ik ben ook richting mijn moeken aan het wandelen. Maar dat ga ik niet doen. Want dat is nog iets te ver. Ik moet dat toch nog eens een keer eens doen, hoor. Zoals een goede wandeling van bij mijn thuis naar moeken toe. En misschien dan nog eens van moeken thuis terug naar mijn thuis toe. Dan is het in totaal 40 kilometer dat ik heb gewandeld. Hell yeah. Voilà. Dit is mijn bushalte. Hehe. Ik heb goed gewandeld. En dan noemt hij hier Dreef. Die is hier binnen 3 minuutjes. Dus ik heb dan heel goed gewandeld. Maar heel van achter staat ook nog een bushalte. Die kan ik ook nog wel bereiken. Ja, die kan ik nog bereiken. Dat is wel riskant. Maar ik ga het toch proberen te riskeren. Ik ga eens even kijken of het gaat lukken. Oh my god. Nu moet ik even Vitesse zetten. Richting die bushalte daar. Oh, dat doet goed. Dat doet dus goed aan mijn rug. Zoals goed doorwandelen. Come on, Demi. Je kunt het. Je kunt het. Want daar ginder is de bushalte. Ik denk nog een stuk of 10 huisjes. En dan ben ik er. Binnen 2 minuten is hem er. Binnen 2 minuten. Dat moet lukken. Dat moet zeker lukken. Ik pak jullie nu toch wel overal wel mee, hè, mensen. Ik pak jullie echt overal mee nu. Oh, ik zie de bus al. Maar het is een Notto. Dat is goed. Dat maar goed is. Dat het maar een Notto is. Hup, dan ga ik even hierop. Oh, ik kan hem rechtdoor rijden. Kan ik terug op de baan. En dan die bushalte ginder. Ik kan jullie eens draaien. Zo, goed doorgewandeld sta ik hier aan de bushalte. Eindelijk. Ik heb redelijk wat bushaltes doorkruist voor de bus te kunnen halen. Want ik denk dat hem daar juist is. Voilà. Ik ga nu opstappen, hè. Tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Ja, ja, kijk eens, ik ben terug thuis. Ik ben stiekem pot gewandeld en al. Ik ga nu nog de vlog in elkaar steken. En dan nog wat series kijken op mijn tablet. En dan zo wat in slaap vallen, want ik ben echt kapot, man. Ik heb goed gewandeld vandaag. Ik ben er blij om. Ik heb de bussen gehaald. En ja, ik ga zo beet richting mijn bedje toe. Allee. Tot morgen allemaal. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Abonneer, abonneer, abonneer. Vergeet ook niet mijn belletje te drukken. Dan blijf je ook op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog of iets gebeurt op mijn kanaal. En vergeet ook niet de duimpje omhoog te doen. En deze video te liken. Tot morgen allemaal. Yo, yo, yo.